Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Wim Lievers. En ja, ik ben weer uitgenodigd door Selfnest. En ja, ik kom jullie iets vertellen over hoe dat ik zo trade, hoe ik dat doe. Sommigen hebben misschien al zaken van mij gezien op YouTube of zo. Enfin, voor degenen die dat nog niet gedaan hebben, ga gerust eens kijken, want er staat heel veel materiaal op. Ja. Wie treedt er hier al? Intraday in de zaal. Thuis kan het niet zien. Dat is 1, 2, 3, 4, zo 5. Oké. En de andere, dat is meer langere termijn. Zo meer dagba. Allee, verschillende dagen of zo. Of van die dingen. Oké. Wie treedt er al op futures? Ook. Maar dat is toch goed. Ja, oké. Bon, dus wat ik eigenlijk wil doen vandaag. En dat geldt ook voor mensen die op verschillende dagen handelen. Ik wil u iets vertellen over hoe dat je kunt handelen met volatiliteit in plaats van tijd. De meeste mensen zeggen: ik handel op 1 minuut, ik handel op 5 minuten, ik handel op 1 uur, dag, weken. Ik doe dat helemaal anders. Ik handel eigenlijk alleen op volatiliteit en op beweging. En daar ga ik u iets meer over vertellen. Oké? Nu. Ik ga dat even kaderen. Dat je, want ik heb maar 1 uur. Dus ik wil dat gewoon dat jullie even begrijpen dat er een globale aanpak is daarachter. Veel mensen zeggen van ja, heb je een goede strategie? En dan heb ik zoiets van ja, oké, ja, ik heb een goede. Maar dat wil eigenlijk nog niks zeggen, hè. Want er is veel meer nodig dan gewoon maar een goed instapmoment. Je moet bijvoorbeeld kunnen zien, en ik heb dat hier in de slide. Ah ja, dat wil ik ook nog zeggen. Al de mensen die die PowerPoint-presentatie willen, die moeten gewoon naar de website gaan, MyTradeClass, gewoon hun inschrijven voor de newsletter, zeggen van: ik wil die PDF hebben, vrijblijvend, hè. Ook over opleidingen en zo spreek ik hier niet. Ik laat mijn kaartje neer. Je kunt dat nemen en je kunt mij contacteren. Hè. Maar dus, je vraagt de PDF en je krijgt die. Nu, hier, eigenlijk zijn er verschillende stappen. Het eerste is de oriëntatie. En de oriëntatie, daar ga ik toch een woordje over zeggen. Dat is, hoe kijk je naar de markt en hoe kijk je naar een grafiek en hoe kijk je naar de situatie zoals ze nu is. Dus, ik probeer het even uit te leggen. Je gaat 's ochtends, wilt je wat traden. Je doet je computer, je zet hem aan, je kijkt naar de markt die je wil handelen. En dan is de vraag: naar wat kijkt je nu? Wat is belangrijk? Wat is niet belangrijk? We waren daar juist aan het praten over het internet. Bon, er is op het internet oneindig veel informatie. De vraag is: ziet je het bos door de bomen nog? Wat is belangrijk? Ja. Dus dat is één. Oriëntatie. Tweede, analyse. Maar analyse bedoel ik: is er een opportuniteit voor u of voor ons als trader om nu te traden, ja of nee? En zo ja, in welke richting? Zeggen dat je op een bepaald moment in kijkt. En zegt: nu kan ik in twee richtingen instappen. Dat gebeurt bijna nooit. Dat gebeurt, maar dat is heel zelden. Meestal is het van: ah ja, nu zou het interessant kunnen zijn in die richting of in die richting. Ja. Dat is twee. Drie. En dan kom ik bij de strategieën die ik dan doe met volatiliteit. Kunt je instappen? Dus als uw signaal voorbij komt, dan stap je in. En dan begint een van de moeilijkste en belangrijkste zaken in trading. Je bent dan ingestapt. En dan is de vraag: wat doe je ermee? Wat doe je ermee als het omhoog gaat of in de goede richting? Doe je ermee als het slecht gaat in de slechte richting? Money management. Als je die vier hebt. En als dat een gestructureerd systeem is, dan komt daar een resultaat uit. Een businessmodel. Want dat is wat de meeste mensen mij in het begin niet durven vragen, maar
Na een bepaalde tijd wel. Die zeggen, ja, maar Wim, dat reden. En die strategie en dat. Hoeveel brengt dat op? Wat komt daaruit? Die vraag die kunt je beantwoorden. Dus één keer als dit duidelijk bepaald is, dan wordt dat kwantificeerbaar. Dat is met getallen, hè, met cijfers. En hoe worden die cijfers bepaald? Ik ga nu kort door de bocht, want ik kan er niet te veel tijd in steken, maar je kunt dus weten van, kijk, als ik een risico neem per trade van zoveel, dan ga ik, en ik doe het goed op deze manier, dan ga ik zeg maar wat, 60% van mijn trades winnen, 40% van mijn trades verliezen. Als ik verlies, gemiddeld verlies ik 100. Als ik win, gemiddeld win ik 150. De kosten is zoveel per trade, blijft gemiddeld, ze noemen dat expectancy of expected value, per trade blijft er zoveel over. Dus, als jij zegt, ik doe 10 trades per week, dat gaat niet elke week kloppen, maar ik kan u verzekeren, op 6 maanden, op een jaar klopt dat. Dan weet jij, dat is mijn business model. Dus ofwel doe je 10 trades per week, ofwel doe je 10 per dag. Maar als jij een expectancy hebt van $50 per trade, winners en losers door elkaar, pas op, dan gaan er tussen zitten waar je 100 verliest, en dan gaan er tussen zitten waar je 400 wint. Maar gemiddeld is het 50. Dus als je 5 trades gemiddeld per dag doet, dat gaat niet elke dag 250 zijn, maar ik kan u verzekeren, als je dat over 1, 2, 3 maanden bekijkt, gaat je daar ongeveer komen. Je kunt dus een goede maand hebben, je kunt dus een slechte maand hebben, dat iets meer of iets minder is, maar daar gaat het naartoe. En dat vind ik vandaag, met alle studenten die ik heb, is hetgeen wat volgens mij het fout ontbreekt. En mensen hebben natuurlijk ook schrik, ik begrijp dat ook, hè. Dat is een gevaarlijk spel hier, hè. Je kunt rap veel geld verliezen. Je kunt ook winnen, hè. Maar je kunt rap veel verliezen. Veel mensen is, als die 2 dagen verloren hebben, en die kennen hun businessmodel niet, die stoppen, hè. Of die doen iets anders. En die zeggen van, oei, 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 dat gaat hier niet, hè. Er zal iets mis zijn met mijn strategie. Of iets mis met het instrument. Of iets mis met een broker, het platform, en zo verder. En ze veranderen en ze zijn vertrokken voor een eindeloze reis langs indicatoren, strategieën, brokers, platformen, systemen, robots en zo verder. En ze blijven maar rondjes draaien. En de enige manier om daaruit te komen, en ik zeg niet dat mijn methode de heilige graal is, hè? Absoluut niet. Maar degene die zoiets niet heeft, en daar staat geen businessmodel naast waar dat hij perfect, waar hij min of meer weet. Als ik dat op die manier doe en ik doe dat, ik doe mijn job correct, dan weet ik wat eruit komt. En dus dat wordt geprobeerd te doen. De mensen die van nul beginnen en die dat proberen te weten te komen, dan ik zeg u dat er onmiddellijk bij, dat duurt voor de meeste mensen 12 tot 18 maanden. Zo lang duurt dat. En dan mag je niet te veel scheef lopen. Dus heel dat proces doorlopen met proberen, kijken, doen, testen, dagboeken en zo verder. Dat duurt ongeveer 12 à 18 maanden. Een rato van enkele uren per week. Hè. Je moet er geen 8 uur per dag mee bezig zijn. Maar je moet wel op een bepaald moment een systeem kiezen en het moet gemeten worden. Anders, hoe is het met trading? Wat doet je? Hoe loopt het? Ah ja, vorige week was goed en vorige maand was slecht. En ik had zoveel verdiend op de DAX, maar zoveel verloren op olie. Dat is, en ik weet dat hier in de zaal zijn zeker waar mensen die in bedrijven gewerkt hebben of nog altijd werken, of die weten toch, iemand die een bedrijf heeft, die weet toch, ik verdien zo geld. En een goede maand, dat is zoveel. En een die een restaurant heeft, die weet dat op een zaterdag waarschijnlijk meer gaat verdienen dan op een dinsdag. Enfin. En die weet als het een terras buiten heeft en het is goed weer, dat er zoveel bij komt. En als het slecht weer is, dat hem veel minder heeft. Enfin, je kent nu een business. Trading is sociaal. Alleen, weinig mensen weten het. Oké?
Dat wou ik toch even zeggen. En dan een woordje. Ik ga dat hier zo uitleggen. En je kunt dat erna op die zeggen. Weekend volume profile niet. Iedereen kent dat. Hé, hey, dat is goed nieuws, hè. Echt. Market profile, volume profile, jullie kennen het allemaal. En Tom niet. Ja, amai zeg. Even een straffe groep. Dus, ik kijk maar naar drie zaken. Om mij te oriënteren. Eigenlijk kijk ik naar de highs en de lows van gisteren. De pivot niveaus. Die kennen jullie ook waarschijnlijk. Hè? Dat zijn die belangrijke niveaus. En dan kijk ik naar, als je naar CFD's Forex zou kijken, zou je daar de market profile of TPO nemen, time price opportunities. Ofwel kijk je naar de volume profile. Dat is niet hetzelfde als volume. Volume staat verticaal, dat weten jullie wel, hè? Van vroeger nog zo. Hè? Van zo onderaan de grafiek. Die volume die staat zo horizontaal. En waarom is dat? Iemand. Volume profile is eigenlijk de indicatie dat te zeggen dat hoe meer volume er getraind is aan een bepaalde prijs, hoe belangrijker dat die prijs is. Dus als jij flesjes water verkoopt en je moet er 1000 verkopen en je verkoopt er 100 aan €1,50 en verkoopt er nog 100 aan €2 en dan verkoop je er 600 aan €2,50. En dan nog 50 aan €3 en 50 aan €4. Dan is het toch duidelijk dat daar waar je het meeste verkocht hebt, dat dat het belangrijkste prijsniveau is. Dat wil zeggen, wat is de prijs van een flesje water? Dan is dat eigenlijk €2. Sorry, 2,5. Ja? En dat is eigenlijk heel dat principe. En wat veel mensen niet snappen, is dat hoe dat beurzen echt werken. Wij zijn maar wat traders, hè. Wij kopen aan 100 om aan 105 of 108 te verkopen. Dikwijls binnen het uur zelfs. Ja. Veel van die professionele traders, die hebben een heel ander beroep. Want die werken voor grote firma's, voor grote bedrijven. En die grote bedrijven, die hebben klanten. Die klanten die hebben gigantisch veel geld en gigantisch grote posities. En wat zeggen die? Die zijn op een bepaald moment worden die verkeerd wakker en die zeggen, zeg maar, die positie die ik daar heb op de AEX van 300 miljoen, daar wil ik zo snel mogelijk vanaf. Die een trader, die krijgt dat binnen in zijn bak en die mag beginnen. En die moet die positie van 300 miljoen verkopen. Nu, je begrijpt ook wel dat hij niet gewoon op een knop kan duwen en zeggen, ze zijn weg. Want als hij dat doet, dan keilt de prijs naar beneden en dan krijgt hij een hele slechte prijs. Dus dat mag niet. Dus wat moet hij doen? Die moet zijn klant tevreden houden en die moet natuurlijk proberen die positie zo duur mogelijk te verkopen. Dus wat wil die absoluut niet? Niemand mag dat weten, hè? Dat begrijp je toch? Als de markt weet dat er daar mensen tussen zitten die grote posities moeten verkopen, dan gaat die zeggen, verkoop maar. Maar de prijs gaat dalen. Hè? Dus daar is het, daar gaat het om. Hè? Die praten niet over de Bollinger Bands lopen zo, en de RSI loopt zo, en de Stochastics. Het is prijs, hè? Daar gaat het om. Maar dus, wat gaan die doen natuurlijk? Die kunnen hun posities alleen maar opbouwen en afwikkelen. Dus die gaan dat moeten doen per 20 lotjes of 50 lotjes. Ja, nog eens 20 en nog eens 20 en nog eens 20. Die kunnen niet één keer doen. En dus wat je aan de hand van die volume profile kunt zien, en dat ziet er op een grafiek, als zo de grafiek loopt, zo hè, dan loopt je volume profile, dat loopt dan meestal zo. Dat zijn zo van die banden. Zo, aan de kant. En dan heb je zo die in één kleur staan. En dan heb je er zo nog hier die staan in een andere kleur. Zo ziet dat er meestal uit. Wat je moet begrijpen is dat op die niveaus daar, op die prijs hier,
dat daar degene die die positie van de AEX moet kopen of verkopen, heel gelukkig is. Ah, natuurlijk is die content. Die zegt van, ik moet hier 300 miljoen verkopen. Daar is een grote tegenpartij om met mij te handelen. Die prijs, die gaat hier niet te veel bewegen. Ik kan op gemak mijn positie verkopen. Natuurlijk, als je daarvan begint weg te gaan en die begint naar beneden te keilen, dan zegt hij van oei, 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 je begint de prijs te dalen. Wat denk je aan het einde van de dag de vraag gaat zijn van zijn baas of zijn klant? Heb je mijn 300 miljoen AX verkocht? En dan de tweede vraag die gaat komen, gaat zijn, hoeveel? En als die je kan zeggen dan, ja kijk, het gemiddelde, ik zeg maar niet, hè, dat lag hier. Goed gedaan, maar als dat gemiddelde daar ligt, dan ziet het er niet zo goed uit. Begrijp je wat ik wil zeggen? Dus dat is hun beroep. Wat wij moeten doen, is van het moment dat die prijs begint te bewegen tussen het ene niveau en het andere, dan is het aan ons. Dus in andere woorden, wanneer het voor hun interessant is om te handelen, is het voor ons niet interessant. Waarom? Omdat de prijzen dan vaak blijven hangen. En daar kunnen wij niks mee doen. Als de markt onstabiel wordt, dan is het voor hun, enfin, als het in de verkeerde richting gaat, dan is het moeilijk. Maar voor ons wordt het dan interessant. Nu, je moet wel aanvaarden, dat gebeurt ongeveer 35% van de tijd. 65% van de tijd is de markt relatief braaf en stabiel. Dus, als ik spreek over oriëntatie, en ik ga nu heel kort door de bocht, dan is het om die niveaus te herkennen en vooral om te beslissen, wat is de weg van de kleinste weerstand en is het voor ons interessant te handelen, ja of nee? Het is een beetje zoals, stel je voor dat je de grafiek hebt, dat je in de grafiek stapt, dat je naar boven kijkt, dat je naar beneden kijkt en zegt van, wat is nu de beste weg? Wat is een aanvaardbare weg? Wat zou er kunnen gebeuren? En als hem dan bijvoorbeeld in één, ik zeg nu maar iets, begint te dalen, dat je ziet van, oké, waar is het volgende belangrijke prijsniveau? Begrijp je wat ik wil zeggen? Dus dat je, ik zeg niet dat de voorspellende waarde van volume profile zeer groot is. Want dat mag ik niet zeggen, want het is altijd gemakkelijk daarna om het te zeggen. Maar waar het wel een zeer grote waarde heeft, is dat je op momenten heel duidelijk kunt zien dat je niet moet handelen, wat al heel belangrijk is. Want de meeste traders, die doen wel goede trades, maar die doen nog veel slechter. En dat heeft vaak te maken met dat ze traden als ze er beter zouden afblijven. Dus dat is een ander. En als er een bepaalde beweging begint, dat men begrijpt wat er aan het gebeuren is. En dat geeft u toch enorm veel vertrouwen, dat kan ik u echt zeggen. Dus dit is een heel belangrijk stuk, oké? Analyse, daar ga ik nu niet over spreken, want daar heb ik de tijd niet voor. Dat is een soort van checklist. Waardoor wij sponsken hier. Oké. Dus daar zal voor een. Deze met dingen. Deodorant. Ja. Oh, systeem. Bon, dus dat is dat. Dan komen we over de strategieën. En aangezien ik het to the point wil houden en jullie het maximum wil meegeven. Wie heeft er al ooit met volatiliteit gehandeld? Ja, jullie ken ik, hè. Het zal mij recht zijn. Bon. Waarom met volatiliteit handelen? Wat is volatiliteit? Dat is eigenlijk de verandering van prijs. Als prijs niet verandert, ja, dan kun je niks verdienen. Hè? Je gaat mij zeggen, je kunt niet veel verliezen, ook niet, maar dat klopt niet helemaal, want je gaat een pak kosten betalen. Dus, volatiliteit handelen of beweging handelen is heel belangrijk. Veel mensen zeggen, ik handel in 5 minuten.
of in een kwartier of in een uur. En dat is heel goed. Maar als ik dan vraag, hoeveel beweegt iets in een uur? Want dan zou ik willen zeggen van, zet u maar, hè. Hoeveel kunt je nu eigenlijk, allez, je koopt iets in een uur in de Forex en je stapt daarin. Dan zou ik toch graag willen weten, hoeveel beweegt, zeg maar iets, hè, de euro-dollar ongeveer in een uur? Ik zeg maar iets tussen 4 en 5 uur in de namiddag. Of tussen 9 en 10 uur 's ochtends. Ik vind dat je dat moet weten. Het is om te zeggen van, ja, hoe ver kan dat gaan? Wat is normaal? Dat is alles, hè? Ineens zeggen van, ja, ik treed, zeg maar iets, hè? Ik treed met een stop van 20 pips voor 40 pips. En dan zeg ik, oké. Dat wil eigenlijk niks zeggen. Ik zeg u waarom, hè? Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een euro-dollar maar 5 pips per uur beweegt. Dan zit je daar 6, 7, 8 uur in vooraleer dat hopelijk in die richting gaat. Maar als die bijvoorbeeld, zeg maar iets, 40 pips beweegt per uur, dan zou de trade na 20 minuten of een half uur al kunnen gedaan zijn. Begrijp wat ik wil zeggen. Dus wat ik vind, eerlijk gezegd, is dat je moet handelen met beweging en niet met tijd. Tijd, en ook op de grafieken ziet je dat, veel kaarsen op een grafiek hebben nul belang. Omdat er, als jij treedt op 5 minuten of een kwartier en er is in dat kwartier niks gebeurd, dan is dat puur rommel eigenlijk op je grafiek. Want die toont geen beweging. Het staat gewoon stil. Er is nog een kaars en nog een kaars en nog een kaars en nog. Er gebeurt niks. En dus ik wil eigenlijk traden met kaarsen die beweging tonen. Ik ga dat even wegdoen. En dat zijn de WL-bars. Wie kent de WL-bars niet? Ja, Tom, dat heb ik genoteerd. Ah, dat is lelijk, hè? Ah, dat is lelijk dat je die niet kent. Al de rest kent WL-bars. Ah, oké. Echt? Ah, dat doet mij echt plezier. Dat is goed. Dat is echt flink, hè? Speciaal die uitgenodigd die de WL-bars kennen. Ah, nee. Dus, lang verhaal kort. Ik heb de WL-bars, ik heb altijd willen traden met bewegingskaarsen. Al heel lang. Ik denk al van in 2003, 2004 al. En toen was dat met Renko kaarsen. En daarna heb ik met Range Bars gehandeld. Ja, het was niet slecht, maar het was niet 100% dat. En dan had ik Range Bars genomen en ik had daarop Heikki Nashi-kaarsen gezet. En dan was dat weer wat beter, maar dat was nog niet optimaal, want met die Heikki Nashi-kaarsen, dat ziet er wel heel goed uit, maar die kaarsen zijn niet allemaal even groot. Het was niet slecht, maar enfin, ik kwam er niet helemaal. En dus, wat heb ik dan op een bepaald moment gedaan? En wat is dan ook wel gelukt? Dat is dat ik eigenlijk Renko, Range en Heikki Nashi geprogrammeerd heb tot één kaars, de WL-bars. Ik heb niet eens die naam zelf uitgevonden. Dat heeft daar een baas gedaan. Ja, alle namen, alles wat ik uitvind, de naam, ik mag dat nooit zelf beslissen. Dat zei hij, dat beslist. Vaak weet ik niet waarom, maar dat is zo. Dus WL. Bon. En dus, dat zijn dan de WL-bars geworden. En dan is dat begonnen. En ik moet echt zeggen dat er vandaag heel veel mensen zijn die daarmee handelen. Vooral voor daytrading. Nu, als je volatiliteit wilt handelen, is dat een goed idee. Ik ga het nog één keer uitleggen wat dat dus daar ook voor de meneer De Leek en voor Tom natuurlijk. Ja, voor u, ja. Enfin, ik zal het voor u ook nog eens uitleggen. Punt is, hoe werkt een tijdskaars? Bijvoorbeeld een 1-minuten-kaars. Dat is heel simpel. Je ziet daar op je grafiek bewegen. 58 seconden, 59 seconden, 60 seconden. Die kaars wordt afgedrukt en de volgende begint. Hoe is dat nu gedaan met bewegingskaarsen en ook met WL-bars? Als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil de, ik zeg je maar iets,
AX in 10 ticks zien. Of ik wil farming of Tesla of de eurodollar of aardolie of goud in een bepaalde grootte van kaars zien. Ik zeg maar wat, 5. Dan beweegt die kaars tot die 5 ticks of punten gehaald heeft. Die wordt afgedrukt en daarna begint de volgende. Dus het is de beweging die gaat bepalen of er een nieuwe kaars is of niet, en niet de tijd. Dus theoretisch gesproken, het kan zeer rap gaan. We kunnen daar nog één, nog één, nog één. Maar als de markt niet beweegt, staat dat stil, hè? Allee, bijna stil om dat. Je krijgt geen beweging en dus geen kaars. Dus eigenlijk wat die kaars doet, die toont de essentie. En wat is de essentie? Dat is beweging. Dus beter, hè, Tom? Dat is wel. Hey, ferm, hè? Ja. Dus uiteindelijk zie je op een grafiek alleen als het beweegt. En ik zal er zelfs uitleggen waarom dat een hoop voordelen heeft. Ja. In een nutshell, wat zijn de voordelen? Uiteindelijk, aangezien je Renko, Range en Heikinashi hebt, heb je volgens mij de voordelen van die drie kaarsen, wat structuur, detail en richting is, of die mooie trends, maar niet meer de nadelen. Dus die zitten samen in één. Twee, je hebt het feit natuurlijk dat die alleen beweging tonen, dus veel beweging, veel kaarsen, weinig beweging, weinig kaarsen. En nu komt het natuurlijk. Wat treden we eigenlijk met WL-bars? Wat ik daarnet gezegd heb. Volatiliteit. Want als jij op een uur zou treden op forex of op goud of wat dan ook, en jij wilt weten hoeveel dat beweegt, dan moet je daar bijvoorbeeld een indicator onder zetten, een ATR, Average True Range, en dan weet je ongeveer hoeveel dat gemiddeld beweegt. Maar hier heb je dat niet nodig, want je weet het. Je hebt het ingesteld, je hebt gezegd, mijn kaars is 5 groot, mijn volatiliteit is 5. Daar heb je een groot voordeel. Laat ons zeggen dat je aan het treden bent en je hebt een schone kaarsformatie, hè? En de markt gaat naar beneden. En dan heb je bijvoorbeeld zo'n hammer kaars, hè, lange. En dan gaat het terug omhoog. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik koop daar. Maar dan vraag ik, en waar moet je stop dan staan? Want theoretisch gezien moet die niet onder staan. Maar dat is veel, hè. Dat is ver, hè. Dus soms zijn dat kleine kaarsen, soms zijn dat grote kaarsen. Dus soms is dat veel geld, soms is dat weinig geld. Dat probleem heb je met WL-bars niet. Ah nee, want die kaarsen zijn wel even groot. Dus als jij bijvoorbeeld een omkeerformatie hebt met WL-bars, en dan draait dat zo, dat is een triade, hè, ik heb er al van gehoord, die een afstand, die is altijd dezelfde. Dus, als jij bijvoorbeeld gaat handelen met, zeg maar wat, de DAX, in 5 punten, dat overlapt zo ongeveer nog een derde, dan weet je, en je pakt nog 1 tik daar als spread voor de entry en 2 voor de stop, dan weet jij ongeveer, als je 5 doet, maal 2,5, ongeveer, dan heb je ongeveer risico van 12 ticks. Als je dat doet op de mini DAX, dan weet je dat je risico op één lotje 60 is. Dus je weet precies met die blok, met die blokken, wat je risico is. En dat is altijd hetzelfde. Oké? Okay? Dus dat is een tamelijk groot voordeel. Ik zal zelfs nog iets zeggen over de strategieën, dan zullen jullie wel zien waarom het nog voordelen heeft. En hier zie je dan de anatomie. Dit is de beta-versie. Ik wou die speciaal nog eens tonen van, hoe lang is het nu geleden? 5, 6 jaar geleden. En dan zie je heel duidelijk dat die netjes op elkaar geprogrammeerd, geplakt zijn. Vandaag zie je dan weer, je hebt allemaal wat beter gedaan, maar zo ziet je dat. En vandaag zie je dat, je kunt dat ook, al die kleurtjes en zo verder. Kaarsen, bars, kleuren, je kunt allemaal aanpassen, gelijk je wilt. In het nanotrader
platform. Dik tegen mijn goesting, maar in het nanotrader platform gratis. Met dank aan Self-Invest. Bon, dus ja, ik zal zelfs hier SOS, Wim, zo'n dingen zetten. Dus, en dan heb je natuurlijk hier die fameuze triades, dat zijn die omkeerdingen, daar ga ik het nu niet over hebben. Dat zijn de voordelen, daar hebben we al over gepraat. Daar ga ik nu ook niet over spreken, over hoe sterk de triades moeten zijn. Maar nu komt het punt, en daar wil ik het echt over hebben, want dat is iets daar. En dat gaat u ook helpen met het gewone trainen. Kunnen ze dit zien, Evelien? Als ik zo ga, kunnen ze dat zien? Ja. Ik bedoel thuis, hè? Ja, kunnen ze het zo zien? Ja. Zo, zo? Groot schrijven. Nog beter? Zo? Ja, het zal wel kunnen. Een vraagje. We zijn aan het treden op de DAX. 1 minuut. En de gemiddelde volatiliteit op 1 minuut is, ik zeg maar wat, 10 ticks. En op dat moment kijk ik naar een 5 minuten grafiek. Hoe groot is de volatiliteit dan? Dus op 1 minuut is het 10. Hoeveel is het op 5 minuten? Pardon? Nee, dat gaat niet, hè, 0. Dus volatiliteit bedoel ik beweging, hè. Dus op 1 minuut beweegt het zo op en af, gemiddeld 10 punten. Maar nu ga ik niet op 1 minuut kijken, ik kijk op 5 minuten. Hoeveel beweegt het dan? Moet meer zijn, hè? Kan niet anders. Ja, je weet het wel ongeveer. Ik ga het anders proberen. Pardon? Dat is juist geantwoord. Tussen de 10 en de 50, dat is juist. Zo wij zijn wel. Maar denk eens even na. Jullie zijn de verschillende mensen die hier treden. Bijna iedereen kijkt naar verschillende timeframes. Ben ik daarmee? Zeg ik dat juist? Oké. Wie kijkt naar meer als 2 timeframes? Met welke timeframes werkt het allemaal? 10, 20, 40. Nog iemand? Dat zijn klassiekers, hè? 1, 5, 60 minuten. Nog iemand? Bon. 60 minuten wordt dan dikwijls gedaan voor bepaalde andere dingen te zien. Maar 1 en 5 minuten is een klassieke combinatie. Pardon? Ja, maar bijvoorbeeld 10 minuten en 40 minuten is ook correct. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, waarom? Waarom is 1 en 5 minuten correct en 1 en 60 minuten niet correct? Juist. Dus 1 en 1,60 ligt veel verder op elkaar. Dus het kan perfect zijn dat 60 omhoog gaat en 1 naar beneden. Maar eigenlijk hebben die twee met elkaar niks te maken. Dus dat is al een eerste fout die je moet vermijden. Dat is geen timeframes met elkaar gaan mengen, combineren, die eigenlijk met elkaar niks te maken hebben. Maar dus, de juiste combinaties zijn 1 minuut, 5 minuten. 3 minuten, 15 minuten. 5 minuten, 30 minuten. Een kwartier, een uur. Een uur, 4 uur. Dag, week, week, maand. Altijd zo'n factor 4, 5, 6. Maar mijn vraag is, waarom? De meeste mensen weten dit, maar men weet niet altijd waarom. Is raar, hè? Eigenlijk is het toch een soort van vergrootglas die je erop zet. Een soort van in een grotere
overzicht gaan kijken om een beter zicht te hebben. Ik zal een voorbeeld geven. Hier, we zijn hier nu in de office center. Als ik zeg, ik wil de parking zien. En ik ben aan de receptie en ik loop naar buiten en ik zie de parking. Dat is goed. Maar hier zijn we op de vierde verdieping, op de derde verdieping. Kijk, de parking, en dan zien we hem beter. Dat zien we toch duidelijker, hè? Moesten we nu op de 20e verdieping zitten hier en we kijken dan naar de parking, dan zouden we niet alleen de parking zien, zeg maar een hoop andere rommel dat we niet moeten zien. Dus die verhouding in tijd van 1 naar 5 en van een kwartier naar een uur, die is goed. Maar nu kom ik hier, want ik treed niet met tijd, ik treed met volatiliteit. Dus hij heeft gezegd, dit is 10. Hij heeft natuurlijk goed gedacht. Hij heeft gezegd, ja, als ik die 10, dat is zoveel, 10, 5 keer onder elkaar zet, dan is dat 50. Maar hij weet ook natuurlijk dat dit theoretisch mogelijk is, maar dat het dikwijls iets in deze genre gaat zijn. Zoiets. En dan is mijn vraag, gemiddeld, hoeveel gaat dat ongeveer zijn? Ja, het is meestal tussen de 2,2 en de 3. Wij nemen 2,5. Dus, de juiste correlatie tussen twee charts, twee grafieken, in volatiliteit is een factor van 2,5. Dat is belangrijk, want dat is een vraag die niemand mij hier gesteld heeft. Ik zit hier maar mooi te praten over mijn WL-bars. Maar dat is goed, hè? Als je dan euro-dollar wil handelen, of goud, of olie, of een aandeel, dan is toch de vraag, ja maar zeg, hoe groot moet ik die kaarsen nu eigenlijk zetten? Want dat gaat voor Tesla niet hetzelfde zijn als voor de Dow. Als voor olie, als voor een forexpaar, als voor crypto, whatever. Begrijp wat ik wil zeggen? En daarom heb ik u dit even uitgelegd. Want nu komt het natuurlijk. En dat is eigenlijk wat ik het thema van vandaag. En daarna zullen we even op het platform gaan. Dat wil ik jullie echt meegeven. Wie werkt er al met Nanotrader? Die wijlbaars staan er allemaal in, hè? Die staan dus in de... Ja. Span absoluut geeft elke tik. Dus span absoluut is 5, 5, 5, 5, 5. Dus je hebt er heel veel. Je ziet elke tik. Wat je bij WL-bars gaat hebben, dat is iets duidelijker. Omdat dat is mooi uitge... Hoe zal ik het zeggen? Mooier uitgeprogrammeerd en je gaat het duidelijker zien. Wel staat elke tik erin. Komt soms een fractie te laat als het zeer snel gaat. Maar je zal zien, het beeld is veel duidelijker dan bij range bars. Ja. Ik heb daar ook lang mee gehandeld. Ik vind, in de voormiddag heb je er weinig, vind ik, voordeel bij, omdat de markt niet altijd heel volatiel is. Maar hoe kleiner dat je met je kaarsen gaat zetten, en zeker in de namiddag als je hoge volatiliteit hebt in Amerika, zijn naar mijn bescheiden mening WL bars veel beter. Maar dus nu kom ik bij het gebruik van de... Ja, bitte. Ja. Zijn het 10, 20, 40? Wat doe ik? Ja, dan roept die 20 eruit. Nee, ik kijk door een backtest over de laatste maand wat de volatility is. Ja. En dat drukt uit in het succes. Of in, dat drukt uit in het te behalen rendement. Hè. Dus ik ga backtesten, dan krijg je rendement. Ja. En een van die drie die heeft de afgelopen 3 weken het beste geresulteerd. Goed, ja. Die springt niet ineens van 0 naar 100. Oké. Dus dan zeg ik, en eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Ik kies dus de ene keer voor 10 en de andere keer kies ik voor 40. Afhankelijk van het rendementsysteem. Ja. In de ratio kan ik het begrijpen. Wat ik eigenlijk jullie wil uitleggen voor vandaag is hoe dat je dat in de praktijk kunt doen. Dus laten we bijvoorbeeld zeggen, hè, jij doet 5 minuten en 1 minuut. Jij hebt hier uw 5 minuten.
om te kijken bijvoorbeeld. En hier een ene minuut om te treden. Oké. Maar wat je ook zou kunnen doen, is je neemt hier je 5. En wat doet je op die 5? Je gaat de ATR berekenen. Ik geef een voorbeeld om het gemakkelijker te maken. Laten we zeggen dat de ATR 20 ticks is. En ik wil hier met twee L-bars handelen. En ik wil dat die twee charts correct gecorreleerd zijn. Hoe groot moeten mijn WL-bars dan zijn? Ja, ik ken ze niet. Ai. Wat was de ratio in volatiliteit? Juist. Als dit 20 is, 20 gedeeld door 2,5 is 8. Dus op die manier, elk instrument dat er is, om het even welke timeframe, als je dat wilt converteren naar een gecorreleerde grafiek om preciezer en juister te handelen met twee L-bars, het enige wat je moet doen, is daar de ATR onder zetten, kijken wat dat die waarde is, gedeeld die door 2,5 en je hebt het. Pas, je moet goed begrijpen, als jij gaat analyseren in 5 minuten en je zet een WL-bar die daar eigenlijk niks mee te maken heeft, die te klein of te groot is, ja, dan klopt het verhaal meer. Hè? Als je wilt in de logica blijven van 5 minuten en 1 minuut van ik kijk naar één grafiek en ik treed op de andere, die correlatie moet kloppen. Dus hier kun je dat doen met 5 minuten, met 15 minuten, met 60 minuten, met even welk instrument. En kun je dat mooi converteren. Let wel, mensen, in Nanotrader is de ATR altijd uitgedrukt in ticks. De WL-bars boven zijn vaak uitgedrukt in punten. Op andere platformen is dat soms omgekeerd. Dus dat moet je wel weten. Oké? Zijn daar nog vragen over? Want nu komt er een derde systeem. Laten we bijvoorbeeld zeggen, ja, maar wie moet ik dat elke dag opnieuw gaan berekenen? Nee. Op een bepaald moment kent jij je Pappenheimers. Je gaat weten, bijvoorbeeld ik weet, in de voormiddag handel ik olie op 2 ticks. In de namiddag is dat 5 ticks. Nasdaq in de voormiddag 8 ticks. Namiddag 20 ticks. Op een bepaald moment kent je die snelheden. En moet je dat niet elke dag meer aanpassen. Maar je kunt nog iets doen. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je zegt van, ja, ik handel eigenlijk graag de Nasdaq op 8 ticks. WL 8. Maar eigenlijk wil ik dat niet omrekenen naar 5 minuten of 1 minuut. Ik wil eigenlijk zo graag hebben, omdat ik die WL-bars mooi vind om een analyse op te doen. Ik zou ook graag willen dat de gecorreleerde grafiek die hierboven staat, dat die ook in WL-bars is. Dat kun je perfect doen. Hè? Dan neem je die 8 en wat doe je dan? Maal hoeveel? 2,5. En heb je hier de WL-kaars 20. Dus je hebt eigenlijk 3 mogelijkheden. Die je al kent. Tijd, WL-bar. WL-bar. Ja. Stel, hè. Dus die wil ik meegeven. Is belangrijk. Zeg maar. Pardon? Oh, ik maak dat twee, ik doe 2 grafieken. De eerste is een grafiek van 8 en hier een van 20. Als je bijvoorbeeld op de 20 bepaalde tools zet om te analyseren, zet je die daarop. En als je andere tools hebt om te traden, zet je die op de 8. Maar wat het mooie daarvan is, dat de correlatie is perfect. Hè? Als je die 2,5 respecteert, dat is heel goed. Nog vragen daarover? Nee? Goed. Pardon? Ja, maar ik ga het eraf gooien. Er staat veel te veel op YouTube. Hè? Bon, nu ga ik iets anders doen. Dat is een platform tonen. Ja. En ik zal u wat. Ik heb altijd graag. Ik doe dat regelmatig. Als jullie willen weten wat ik doe eigenlijk. Ik treed nog ongeveer 3-4 uur per dag.
En ik doe dat meestal samen met andere mensen. Dat wil zeggen dat mensen kunnen zien dat het echt is. Begrijp wat ik wil zeggen? Enfin, theorie is één zaak, maar het is natuurlijk... Wat is hier, hè? Wacht. Hij is aan het opstarten. CQG, voilà. Zo. En we zullen eens olie nemen. En ik wil u gewoon eens tonen hoe ik dit doe. Ik zal hier bijvoorbeeld Page Manager nemen. Ik neem olie. En dan toon ik dat even. Wie heeft er al ooit met grondstoffen gehandeld? Wie handelt er? Ik zou zeggen, ja, hier staat hij. Ja, dit is wel vervelend. Zo, ja. Dus hier staan, ik heb het thuis, heb ik iets meer plaats, kan ik er iets meer grafieken opzetten. Dit is crude en ik ga dit wat kleiner maken. Ik ga dit eens klein zetten, dan zien jullie dat. En ik ga jullie ook de tools eens tonen waar ik eigenlijk mee handel, want dat hadden ze mij gevraagd. En ik zal dat ook binnenkort nog doen, meer en meer live trading. Het eerste wat je ziet is dit. Nou had ik dat straks al gezegd. Dit is mijn oriëntatie. Dus, wat staat daarop? Die dikke zwarte lijnen die je ziet, dat is de previous day high and low. Die andere niveaus hier, die je ziet, hier die magenta lijn en die drie lijnen erboven en die groene lijnen eronder, dat is... zijn de pivotniveaus. En dan zie je hier dat blauwe is de volume profile. Jullie weten wat het is. Jullie weten wat, welke de belangrijke niveaus zijn bij volume profile. Dus, waar kijkt je naar? Ik zal even uitleggen. Hè. Vanochtend, ik heb dat vanochtend gedaan. Thuis nog. Ja. Zelfs eerlijk gezegd, het was nog tamelijk vroeg. Ik had het al eens geprobeerd om ja, rond 8 uur. En dat was dan toch 8, 9 uur. En dat was tamelijk goed gegaan. Maar dan heb ik een stukje kunnen meenemen. Kijk goed. Vanochtend waren we daar. Hier waar mijn cursor is. Ziet je dat? Ik kijk dan naar gisteren. En je ziet die blauwe zone. En dat is de value area. En wat is de value area? De value area is de zone, dat blauw, waarin 70% van het volume van gisteren gehandeld is. Dat is zo afgesproken. Die donkerblauwe lijn die je ziet, dat heet dus de point of control. Herinner u, dat zijn de flesjes water aan 2,50 euro. Daar waar het meest volume gedaan is. Belangrijk niveau. Nu, de bovenkant, de onderkant en die point of control zijn zeer belangrijke niveaus. Zeer belangrijk. Dus, eigenlijk is altijd de vraag, denk aan de professionals. Als je aan een niveau zit met veel volume of je zit aan zo'n niveau aan de bovenkant of de onderkant, daar blijft de koers vaak hangen. Voor ons, niet goed. Voor hun, heel goed. Maar, als dat niveau breekt, dan is het voor ons goed. Nu, kijk goed. En dat is waarom dat meeste mensen, als je dit niet snapt, het probleem is, dan gaat je met die indicatoren van vandaag, je gaat voortdurend op het verkeerde been gezet worden en je loopt eigenlijk constant achter de feiten aan. Omdat wat doen mensen? Die kijken altijd naar trendindicatoren. Die kijken naar supertrend, RSI, moving averages, golven, Bollinger Bands, en gaan ze maar verder. En dat is niet. Echt niet. Dit is wel belangrijk. Waarom? Omdat dit niet ligt. Dit toont waar die professionals die duizenden contracten handelen
waar dat die gehandeld hebben. Die kunnen dat niet wegsteken. Dus wat gebeurt er hier vanochtend? Dan zeggen de mensen, ja, de trend is naar beneden. Want kijk, zie je hoe fel dat hij naar beneden gaat? De prijs gisteren van olie. Dat boek gehandeld hier gisteren. Hè? Heel fel naar beneden. En wat denkt dan iedereen? Oei, 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 olie gaat naar beneden. Olie gaat naar beneden. Dat kan. Het kan. Maar. Vanochtend was hem daar. Dat is 4 uur 's nachts. Hè? Toen was ik niet wakker. Maar ik ben nogal vroeg. Ik zit meestal 7:15 zit ik aan de schijn. 'S Ochtends op is magnifiek om te handelen voor degenen die geen late slapers zijn. Dat is geweldig. Waarom? Omdat die markten zeer stabiel zijn. Namiddag, dat is veel, maar dat springt langs alle kanten en dat is zeer sportief. 'S Ochtends is dat eigenlijk zeer aangenaam. Bon, ik zeg het maar. Maar wat gebeurt er dan om 8 uur? Kijk daar. Daar heb je een bodemje. Daar heb je een bodemje. En die wil niet dieper zakken. En die begint stilletjes naar boven te kruipen. En wat zeg ik dan? Die oliehandelaar. Die moeten zaken doen. Die moeten contracten verhandelen. Maar waar was er volume? Waar hebben ze gisteren gehandeld? Daar, hè? Dus, wat gebeurt er? De markt gaat naar de zone waar er veel volume gedaan is. Waarom? Omdat het een belangrijk prijsniveau is. Dus wat gebeurt er hier? Die low was iets hoger dan deze. Heb ik dit natuurlijk naar boven gehandeld. Een terugkeer naar dit niveau. Daar. En dan kan die 2 zaken doen. Nee, 3 zaken. Ofwel blijft hem hangen. Ofwel botst hem er vanaf en gaat hem terug naar beneden. Ofwel gaat hij erdoor. Wat je moet begrijpen is. Weet ik dat? Natuurlijk weet ik dat niet. Niemand weet dat. Maar wat ik wel weet is het volgende. Op dat moment daar moest je laat opgestaan zijn en pas om 8:45 aan je computerscherm gezeten hebben. En de prijs was daar. Wat had je dan moeten doen? Niks. Niks. Omdat het dan staat het aan dit niveau. Het is pas wanneer je ziet dat hij erdoor gaat. Hier heb je weer minder volume. Dat je hem verder kunt halen. Wat is uw volgende weerstand? Dat is hier de pivot point. Daar. Kijk eens hoe dat die blijven hangen is daar. Ook aan dit niveau mocht je niet handelen. Vingers weg. Wachten. Je kunt desnoods een alarm zetten of wat dan ook. Maar niet handelen. Dan breekt hij er op een bepaald moment opnieuw door. En dan kun je weer wel instappen. En waar is dan het volgende niveau? Dat is de bovenkant. Waar hem nu is. Van de value area. Hier was trouwens het niveau van 85. Begrijp wat ik wil zeggen. Dus wat dit u gaat leren. Is begrijpen wat er gebeurd is. Maar het gaat u ook begrijpen. Wanneer je er absoluut moet uitblijven. En als er iets aan het gebeuren is, dat je tenminste snapt wat er gebeurt. En dat gaat u ongelooflijk veel vertrouwen geven. Want ik ga u eerlijk zeggen, als dit ding mij zegt, het is naar boven. En mijn trading tools of wat dan ook zeggen, het is naar beneden. Dan blijf ik eraan. Bij mij moet alles passen. Anders, het is al moeilijk genoeg zo. Akkoord? Zo doen we dat. Dus, en dan kom ik bij de tools. En dat wou ik u toch ook nog eens tonen. Wacht, hè. Ik zal... kan hier moeilijk aan. Wacht, ik zal het zo doen. Ja. Wie kent Tim al? Niemand. Bestaat nog maar 3 dagen. Meestal ken je misschien al het Superfive systeem. Dit is een systeem gemaakt om alleen volatiliteit te handelen. En er was al een zeer sterke vraag naar het handelen van, niet alleen van volatiliteit, maar ook van het automatisch handelen. Volautomatisch. Dit systeem
is daar een beetje voor gemaakt. Dus het kan zeer goed eigenlijk. We hebben daar goede resultaten mee met het als robot gebruiken. Ja. Nu, gaan op YouTube. Het staat allemaal uitgelegd. Allee, filmpje staat er. Het staat allemaal uitgelegd. Maar wat is hetgeen wat ik altijd doe? En hier, ik kan al die kleurtjes aanpassen. Hè. Dit zijn de kleurtjes van Self-Invest. Ik moest mij daarbij neerleggen. Ik kan. Het is gewoon andere kleurtjes, maar voor de website was dat van wat. Je hebt hier eigenlijk maar een paar zaken op staan. Wat heb je? Je hebt mijn WL-bars, die hier voorgesteld zijn als bars. En dan heb je hier die wolk, die eigenlijk aan de ene kant een specialeke heeft en aan de andere kant ook een specialeke. Wat wij genoemd hebben, aan de snelle kant WL Move en aan de langzame kant WL Direction. En nu kom ik terug bij mijn verhaal vandaag. En ik heb dat met het Super 5 systeem ook gedaan. Om te vermijden dat je naar twee grafieken moet kijken, zet ik alles op één grafiek. En hoe doe ik dat? Ik geef een voorbeeld. Laat ons zeggen dat je op 1 minuut handelt en je kijkt naar de moving average 20. En je hebt dan de 5 minuten. En dan wil je ook de moving average 20 zien. Maar dan moet je de 1 minuut en de 5 minuten open doen. Ik heb het zodanig kunnen programmeren dat ik de 5 minuten niet meer moet open doen, want ik zie de moving average van de 5 minuten ook op de 1 minuut. En dat is ook wat dat dit doet. Dus ik heb hier geen twee grafieken van nodig. Deze lijn is eigenlijk deze lijn, maar een dimensie hoger. Dan vragen de mensen, Wim, wat is die lijn precies? Dat zeg ik niet. Dat is gelijk, ze vragen me altijd de formule van de WL-bars. Dat is gelijk Coca-Cola, man, dat geven we niet op. Hè? Nee, nee, nee. Nee, ook niet. Goed geprobeerd, man. Ik zal u zeggen wat zo de... Ja, maar dan beginnen ze visjes te gooien zo. Maar, van... ja, maar van... nee, nee, niks van. Ja, maar... het is een combinatie van dit. Hè. Is een combinatie van WL-bars, Heiki Nashi, exponential moving averages, smoothing dan nog, een stuk smoothing dat erin zit. En er zitten nog periodecorrelaties in ook. Het is van. En je zult zien, de signalen zijn magnifiek, want dus iedere keer als wij zo dingen raken, om te beginnen, de richting kun je niet meer vergissen nu. Hè? In dit geval de kleuren van Self-Invest. Vandaar, lelijk rood is naar beneden en lichtblauw is naar boven. Dus als het lichtblauw is en jij denkt ik moet shorten, dan zou ik nog eens nadenken, want dat kan niet. Je kunt u nimmer, nee, op dat vlak kun je niet vergissen. Het enige wat je nog verkeerd kunt doen, is dat je daar op het verkeerde moment instapt en dat op het moment dat je instapt, dat het draait. Dat kan. Toegegeven, dat kan. Maar, allee, als dit rood is, dan heb je twee opties. Ofwel blijven we eraf, ofwel is het short. Begrijp je wat ik wil zeggen. Nu, daar zitten verschillende signalen in. Impulsbewegingen, het is volledig zodanig geprogrammeerd dat het alleen signalen zal geven als je een bepaalde volatiliteit en prijsverandering hebt. Dus als je een markt hebt die zo zijwaarts gaat en die vasthangt, dan gaat dat ding niet veel doen. En zo moet het ook. Maar op een bepaald moment, als de beweging begint, en je hebt vier strategieën die erin geprogrammeerd zijn, dan gaan ze zeggen van, en degene die jij dan aanzet, die beginnen dan te lopen, dan gaat hem u tonen. Gelijk bij nanotrader is, je kunt dat manueel handelen, dus gewoon zelf instappen. Je kunt semi-automatisch handelen, en je kunt volautomatisch handelen, dan is het een robot. Ik heb daar verschillende money management systemen ingestoken. Dat kan ik op een live markt moeilijk tonen, ik ga dat toch eens doen. Kijk, die draait hier. En we zullen dat dan op 2 zetten. 6 contracten. Oké. Ik ga dat hier even aanzetten.
dat is het systeem. En ik zal zeggen short signalen, yes. En dan zullen we zeggen impulsbewegingen bijvoorbeeld, yes. En de move zullen we zeggen ook yes. Ziet je? Dus die geeft hier nu bijvoorbeeld een verkoopsignaal. Ja. Nu staan alleen de shorts. Ik zal nu de longs ook eens instellen. Dus je kunt allemaal kiezen. En hier ziet je bijvoorbeeld. Ja, het duurt lang. Daar kwamen verkoopsignalen erin. En dus nu, ik zal hier eens een. Kijk, hè. Zullen we daar eens instappen? Heb ik daar een money management systeem in gestoken? Wacht. Yes. Kijk goed, hè. Dit is een automatisch money management systeem. Ik ga dat nu zo blindlings eens aanzetten. Kijk, dan doe ik dat zo. Oh, joh. Amai zeg. Het komt, hè. Ja. Moest dat zo lang duren bij de markt? Dingen. Dus je ziet, dat is een stop. En dat is een, bijvoorbeeld een ladder exit. Dus iedere keer als een target gehaald wordt, springt die stop automatisch. Enfin, zo heb ik er 3 geautomatiseerde money management systemen ingestoken. Je bent natuurlijk niet verplicht om die te gebruiken. Je kunt, zoals bij NanoTrader, die eruit gooien. En je kunt er je eigen money management systeem insteken. Ja. Dus bij WL-bars vandaag heb je eigenlijk al verschillende strategieën die in de store. Kun je me daar altijd voor aanschrijven. Vola Open, door sommigen misschien gekend. Vola Open, Super 5 systeem. De WL-bar strategieën, dat is een klein cursusje. Daar zitten 20 strategieën in, alleen voor WL-bars. En dan het nieuwe tool van. Kijk, heb ik. Zie, ze is al opgeschoven. Ze. Gezien? En jullie verwittigen mij niet. Ja, ik zag het. Gij, ja. Dit is short, ja. En dus, wij waren daar ingestapt. En wij hebben van de 6 contracten, hebben nu 2 winst mee. En je ziet, die springt zo mee iedere keer om de winst te zetten. Ja, Tom. Ik deel nooit. Winst delen doe ik niet. Ik heb soms veel mensen die mij dat vragen, als ze zo in de cursus en dingen, en zeggen van, weet je wat, sponsort jij mijn rekening en we zullen dan de winst delen. Ja, ik heb dat zo. Ja, maar dit is een, ik ga wel in alle eerlijkheid zeggen, dit is een paper account. Dus, dit is niet echt. Nee, ik handel daar echt waar. Met dit systeem nu sinds, we hebben er 8 maanden aan gesleuteld. Volledig af was. Maar ik handel er nu eigenlijk echt wel al, ik kan zeggen, bijna dagelijks mee. Sinds, ja, dat zal van na Pasen zijn ongeveer. Hè? Voilà, en uitgegooid. Dus ik heb het vanochtend ook nog gedaan, zoals ik zei, op olie. Ik handel nogal veel op olie in de voormiddag Nasdaq. Gas doe ik ook, omdat dat zeer stabiele instrumenten zijn. Ja, ik zou, en het is gewoon een kwestie van 1 keer te bepalen wat de grootte van die bars zijn. Al die strategieën, die kun je opzetten op wat je wilt. Jawel, jawel, dus enorm veel. Dus je kan kiezen welke richting, welke strategieën, de grootte van de bars, semi-automatisch, volautomatisch. Je kan het ook, die money management systemen, alles is instelbaar. Maar je zal zien dat het belangrijkste is wat ik hier vandaag gezegd heb. Dat is dat je handelt met de grootte, met de juiste grootte van de kaarsen. Dat moet je doen. En 1 keer als je dat hebt ingesteld, de rest is eigenlijk. Maar er is natuurlijk nu een eenvoudig filmpje op YouTube van 3 kwartier, geloof ik, waar dat allemaal in uitgelegd staat. Maar de mensen die de pak kopen, krijgen natuurlijk een veel grotere uitleg over hoe je het kan handelen en hoe je het niet kan handelen. Hiermee kan volgens mij iedereen handelen. Ja, maar ik zou dat in het begin nooit aanraden aan iemand. Volautomatisch handelen. Toptraders, mensen die heel veel ervaring hebben, die weten wanneer en hoe en welke situaties ze volautomatisch mogen handelen. En die gaan ook de robots gebruiken, dan waar het, wanneer het, hè, na de analyse, wanneer het goed zit, gelijk vanochtend op olie. Ik ging daar ook de robot aangezet hebben, maar dat ging alleen naar boven geweest en niet naar beneden. Begrijp wat ik wil zeggen? Dus er zijn wel een aantal dingen, parameters die je moet kennen.
Maar afgezien van daar, ja, ik vind automatisatie is heel waardevol, wordt ook altijd nog belangrijker, maar dat is de laatste stap. Veel mensen willen dat als eerste stap zetten. Die zeggen van, oh ja, dat is een robot, dat is gemakkelijk, ik ga die gewoon aanzetten en dat loopt. Ja, dat vind ik een beetje kort door de bocht. Dus dat zou een beetje te gemakkelijk zijn. Maar ja, het ding handelt zeker automatisch. Nog vragen? Niemand? Bedoel je tegelijkertijd? Of? Ja, dat hangt van dit af. Hè. Dus als ik naar de analyse kijk, naar dit. Dus als ik dit zie nu, ja, gelijk het nu staat, doe ik niks. Het staat niet goed. Het staat op een. Oei, is het nog altijd niet? Ah, nu komt het door. Kijk. Het staat daar. Dus als je naar mij vraagt wat ik het liefste zou doen, is dat hij hieronder valt en dat hij terug naar beneden valt. Dan wil ik hem wel shorten. Maar daar waar hij nu staat, aan deze point of control en aan deze high van de value area, op die plaats doe ik niks. Hij moet eerst mij een beweging tonen en dan begin ik. Pardon? Ja, maar die vorige grafiek is de trading grafiek. Dit is de analyse grafiek. Dus het is eigenlijk een heel eenvoudig, hoe zal ik zeggen, regelwerk waar je zegt, kijk, ik kijk naar mijn oriëntatie, mijn analyse. Dat is mijn oriëntatie. Dat is wat ik zie. En dan is het, zijn de parameters op dit moment goed om te handelen, ja of nee? Als dan het antwoord ja is, dan ga ik naar de andere grafiek met de wolken. En dan begin ik te handelen. Maar al wanneer ik gelijk nu in een situatie zit waar het niet goed is, dan heeft het zelfs geen zin om naar die andere grafiek te gaan, want dan wacht ik. En dan, wat ik zou kunnen doen bijvoorbeeld, is hier een alarm inzetten, hieronder en hierboven. En als die erboven gaat, dan zou ik zeggen, ah, hij gaat precies toch terug naar boven. En dan kan ik weer beginnen handelen, naar boven. Of moest die naar onder vallen, dan zeg ik van, ah, hij valt terug in de value area, ik wil hem short handelen. Begrijp wat ik wil zeggen? Dus zomaar om het even wat handelen en over om het even welk signaal handelen, is volgens mij een heel slecht idee. Je moet echt kijken, waar ben ik? Waar zit ik? Zit ik in een beweging? Heb ik volatiliteit? En dan kan je handelen. En daar kunnen die tools ons heel goed bij helpen. Maar dat vind ik wel belangrijk, dat je dat begrijpt. En dat wordt in die alles wat ik eigenlijk doe, en met studenten en zo verder, wordt daar wel heel fel op gedrukt, dat mensen begrijpen wat er aan het gebeuren is. Oké? Okay? Nog vragen? Ja, omdat er een van de strategieën is een omkeerbeweging. Is dus eigenlijk een golf die draait. Dus moet je hier nu een golf hebben die draait naar beneden. Dat zit er ook in. Dat je bedoelt handelen tegen de bestaande beweging. Ik vind met de beweging handelen al zo moeilijk. Dus dat laat ik aan anderen over. Ik zou dat niet doen. Het is gewoon ook voor het money management vind ik dit zo. Ik vind dit zo moeilijk. Ik wilde toch nog even. Dit ga ik nog even wegdoen allemaal. En dan wil ik toch nog zeggen, die zijn allemaal uitgelegd. Het zijn enorm veel strategieën. En ik heb ook zo'n crash course geschreven. Maar dit wil ik toch nog eens tonen. Dit. En dat is ook over dat contrair handelen. Dit is zijn de oude bars. Dit zijn de nieuwe. Kijk, dit is een triade. Daar ook. Dat is zoveel.
Ik wil gerust zoveel riskeren, of dat nu $30 is of $3000, om zoveel te verdienen. Dus die ratio in het money management moet altijd in mijn voordeel zijn. Anders doe ik het niet. Enfin, heb ik liever van eraf te blijven. Ja. Daarom, ik weet wel dat er vaak, ik heb dat zo, ik was in de wedstrijd daar in Parijs weer een paar weken geleden. Live trading, dat is een wedstrijd. Hè. Er treden traders tegen elkaar. En naast mij zat zo een, die doen dat. Dat is zo order book en zo. Ja, dat is mijn ding niet, want die treden voor 3 ticks, 4 ticks. En als het dan doorschiet, dan zijn ze 10 ticks kwijt. En dan denk ik van, ja, dit is niet wat ik doe. Ik ben akkoord dat ik regelmatig in dat money management, als je 100 riskeert, dat je dikwijls ook maar 80 of 100 of 120 kunt verdienen. Dat is vaak zo. Maar er moeten ook trades bij zijn waar als je 100 riskeert, dat je soms eens 5, 6, 700 haalt. Want op het einde van de maand, dat zijn toch de trades die het verschil gaan maken. Oké? Okay. Pardon? Wel, in dit wat ik vandaag over gesproken heb en over die WL-bars, die is eigenlijk niet zozeer, het is wel in de trend, dat is wel juist, maar het is vooral in de beweging of in de impuls dat wij handelen. Om een idee te geven, dat zal ik toch nog eens tekenen en dan zal ik ermee stoppen. Als je zo'n trend handelen, dan zou je dit doen. Wat ik hier vandaag en ook met die systemen getoond heb, wij proberen hier altijd zo een stukje uit te snijden. Dus wij handelen die impulsbewegingen daarin. En wanneer ik dus zie dat ik die impulsbewegingen niet heb, of wanneer ik die trends niet heb, of wanneer ik in een fase zit van de markt waar het er niet goed uitziet, en die tool die toont dat dan nog eens, dan blijf ik eraf. Maar als ik dus zie potentieel dat ik in een impuls ben, dan stap ik in. En ik doe dat met triades, waar ik zoveel riskeer en probeer, als het kan, 3, 4, 5 keer meer te verdienen. En zo proberen we ons kosten te verdienen. Hè? Ja? Ik zal dan nu rondgaan met de beker. Ja. Mensen, het was een plezier. Tot de volgende keer. Hè? En succes. Hè? Forza. Ja. Kwartiertje pauze. En dan, wij hebben hier een geweldig buffet. Nota bene. Met, wat was het, champagne en toastjes dat we hadden. Spijtig thuis dat je er niet kunt bij zijn, maar wij gaan nu een stukje eten. Tot binnen een kwartiertje dan. Ciao, ciao.